kinderlijke tv-shows waren tijdens de coronapandemie, toen hele families verveeld thuis zaten, een grote hit. Ruben Nicolai die met Lego-blokjes speelde? Kijkcijferknaller. Winston Gerstanovic die knikkert met BN'ers? Grote hit. Maar al snel raakte de kijker uitgekeken. Kinderlijke programma's als Chocolade en Tik-M aan flopten genadeloos. RTL 4 zet ondanks alles nog steeds in op dit genre, maar Ruben Nicolai's Domino Challenge is momenteel een grote flop en de nieuwe ballonnenshow Blow Up van Chantal Jansen en Martijn Krabbe scoort niet meer dan redelijk. Inhoudelijk krijgt Blow Up erg veel kritiek, het format van die show is volgens critici flinterdun. TV-kenner Jordi Versteegde van De Telegraaf denkt dat Chantal zelfs moet oppassen voor imagoschade. Ze wordt behoorlijk vaak op kinderlijke shows gezet en dat zou haar imago geen goed doen. De ballonnenshow van Chantal en Martijn werd gisteren bespot in de kijkcijferhit Even tot hier, waar 1,7 miljoen mensen naar keken. Na een rap van Arnold Karskens voor zijn omroep Ongehoord Nederland, merkt presentator Jeroen Woe op, het enige wat nog infantieler is op televisie, is dat ballonnenprogramma. Collega Niels van der Laan cynisch, nee, dat is hartstikke leuk, man. Jeroen, is dat leuk? Ik moet ook mijn mond houden, want ik heb het nog nooit gezien. Ik kijk die kindertv 's ochtends nooit. Is het niet 's ochtends? Niels, nee, het is niet 's ochtends. Het is prime time, voor grote mensen. Ja, het is ongelooflijk. Dan heb je eerst ballonnen en dan opeens een hondje. Of een poes, of een tijger, je kan het zo gek niet bedenken. Jeroen, nou, ik zal het een keer kijken. Niels, ja, daar hoor je niemand over klagen hoor. Het is prachtige tv. Er werden nog veel meer BN'ers op de hak genomen in de en na laatste Even tot hier van het seizoen. Johan Derksen werd bespot vanwege zijn uitspraken over de stikstofcrisis, Sander Lantinga vanwege zijn kijkcijferflop op SBS6, Martien Meiland vanwege zijn overkill op televisie, Gordon vanwege zijn cocaïneverslaving en Rob Campus vanwege het delen van pikante filmpjes.